Zij kan niet koken. Is dat een red flag of een green flag? Oh, dat is sowieso een red flag. Je mag niks eten voor mij. Yo, mijn naam is Kazinder en ik breng je weer een nieuwe video. En zoals we zien staan we vandaag in Hasselt. Wat we vandaag gaan doen met de mensen is we gaan red flag en green flag spelen. We gaan vandaag aan de mensen vragen hier in Hasselt wat hun red flag zijn en wat hun green flag zijn. Maar voor we beginnen, vergeet sowieso niet te liken, te abonneren en breng mij zo snel mogelijk naar je 20k abonnees. En laten we starten met de video. Zo, let's go, let's go. Oké, vandaag sta ik met twee super frisse dames. Stel jezelf eens voor. Jennifer. En jij? Patience. En hoe oud ben je? 17. 17. En hoe oud ben je? 20. Oké. Ik heb een vraag voor jou. Hoeveel vriends heb je al gehad? 1. En hoeveel vriends heb je al gehad? 1. 1. Oké, mooi, mooi, mooi. Vandaag gaan we Red Flag, Green Flag spelen. Kennen jullie dat toevallig? Ja. Jij kent het ook? Ja. Oké, ik ga jullie een paar stellingen geven en je moet zeggen of dat een Red Flag is of een Green Flag is. Hij gaat elk weekend uit. Is dat een Red Flag of een Green Flag? Ik start bij jou. Een green flag? Nee, red flag. Red flag? Oké, jij mag voor haar even. We zullen het mogen doen. Oké, waarom is dat red flag? Hangt er vanaf als je uitgaat clubben elke week of als je gewoon met je vrienden uitgaat. Ja, we gaan vanuit club, beide. Snap je, wat doe je daar elk weekend? Dat vraag ik me ook af, wat doe je daar? Als ik daar niet bij ben, is dat een beetje raar. Ja, oké. En voor jou red flag of een green flag? Ja, ook red flag. Ja. En waarom? Ook een beetje hetzelfde. Stop de video. Je kijkt, maar ik ben nog steeds niet geabonneerd. Begin te abonneren, man. En breng me zo snel mogelijk naar je 20 abonnees. Ben je al geabonneerd? Dank jullie wel. En veel kijkplezier. Ciao. Vandaag sta ik hier met Yama Mohammadi. Huh? Wie? Yama. Ah, je naam is Yama? Ja. Oké. Okay. Ja, maar goed. Oké, we gaan starten. Dat is vlam, man. Vlam op je. Oké. Okay. Hoe oud ben je? Ik ben 17 jaar. 17 jaar oud. Oké. Okay. Heb je een vriendin momenteel? Ja. Hoe lang zijn jullie samen? 5 maanden of zo. Okay, zeg tegen je vriendin, ik hou van jou. Ja, ik hou van jou. Hè. Oh, schattig, schattig, schattig. We gaan vandaag red flag of green flag spelen. Ben je ready, bro? Jazeker. Ga naar buiten met vieze patas. Is dat een green flag of een red flag? Dat is een red flag. En waarom? Dat is zo vies, dat is niet goed. Dan moet je even die vlaggen zwaaien, bro. Een red flag, ik hoor je. Oké, oké, oké. Je moet een mat hebben die proper schoen heeft. Jazeker, dat is toch goed? Dat is goed, oké. Oké, oké, ik hoor je. Ik sta vandaag hier met... Chaffelli. En met... Jens. Jens, oké. Okay. Ik heb een vraag voor jou. Eigenlijk voor jullie. Wie regelt de meeste dames van jullie twee? Ik. Ja, ik heb een vriendin, dus ik. Ah, je hebt een vriendin? Ja. Hoe lang zijn jullie al samen? 7 maanden. Oké, oké. Okay. Kun je tegen je vriendin zeggen, ik hou van jou in de camera? Ik hou van jou. Oh, schat, ik hoor je, ik hoor je. Wat we vandaag gaan doen is red flag en green flag. Dus ik ga je een paar stellingen geven. En dan mogen jullie de vlag gewoon goed zwaaien. Als je het ermee eens bent. En dan motiveren waarom. Zijn jullie ready? Oké. Okay. Eerste vraag is, zij doucht alleen maar in de avond, maar niet in de ochtend. Is dat een red flag of een green flag? Ik start het bij jou. Een green flag eigenlijk, ja. Ja, de green flag is wel. Green flag, oké, okay, zwaai, zwaai, zwaai. En waarom is dat een green flag? Ik weet niet, want je moet ook fris zijn in de ochtend. Niet alleen in de avond. Dan moet, ik heb bedoeld red flag dan. Ja, ja. Hey, ik krijg even error. Oké, okay, nu jij. Ja, ik vind het een red flag. Je moet ook gewoon douchen in de ochtend. Ja. En waarom misschien? Ja, als je dan wakker wordt, dan, ja, dan zit je toch zo'n beetje vuil al. Van de ja, je zweet en zo. Ja. Vandaag sta ik hier met? Soede. En met? Lara. En zijn jullie zussen, vriendinnen? Vrienden. Vriendinnen? Ja, vriendinnen. Kijk, ik heb een vraag voor jullie. Wie van jullie heeft er meer succes bij de jongens? Wie, dank je. Moet ik? Alle twee, denk ik. Alle twee? Alle twee, ja. We zijn allebei gelijk. Ja, juist. Ja. Mooi, mooi, mooi. Oké. Okay. Ik ga een paar stellingen geven aan jullie en je moet zeggen of dat een red flag is of een green flag. En je moet niet per se altijd samen antwoorden. Je kan ook je eigen mening hebben. Dus ben je ready? Ja, tuurlijk. Ben jij ready? Ja. Zeg even in de camera, ik ben ready. Ik ben ready. Ik hoor je. Is een TikToker red flag of een green flag? Red flag, sowieso. Hij heeft sowieso andere mensen in zijn DM. Sowieso, red flag. En wat is er mis met TikTokers dan? Met TikTokers? Ja. Die hebben sowieso veel mensen in hun DM. Ja, je houdt er niet van? Nee. Hoor je. En jij? Ja, ook hetzelfde. Ook hetzelfde. Mag je ook zwaaien? Ja. Ook zwaaien. En waarom vind jij een red flag? Omdat, ja, die praten sowieso met andere meisjes. En dan gaan die zeggen van, ja, je bent enige meisje dit, dat. Ja, ja, omdat ze veel aandacht, krijgen van ja, dames. Tuurlijk. Oké, oké, oké. Hij praat heet in de DM, maar is verlegen in real life. Is dat een red flag of een green flag? Ik start nu bij jou. Ik denk red flag, maar... Ja, waarom? Ja, want je bent zo anders ineens. Maar het is ook wel normaal als je elkaar voor het eerst ziet. En wat vind jij ervan? Red flag of een green flag? Een red flag, want je doet je voor als iemand anders. Je bent niet jezelf. Oké, okay, mooi, mooi. Daar houden we van. Je moet jezelf blijven. Heel belangrijk. Hij komt uit Antwerpen. Is dat een red flag of een green flag? Oh, Antwerpen gaan voor jou komen. En waarom is dat een red flag?
haar ex is van Antwerpen. Zo'n ex van Antwerpen, oké. Okay. Dus voor jou ook een red flag, uiteraard. En waarom? Heb je iets tegen Antwerpenaren? Nee, maar... Gewoon een slechte ervaring met je ex. Ja. Je hebt nog trauma's. Als ik nog trauma's heb? Ja. Een beetje. Oké, okay, ja. Antwerpen zijn rude. Mensen van Antwerpen zijn wat? Onbeleefd, rude. Onbeleefd, ja. Ja, ik kan dat wel ergens begrijpen. Ze zijn wel anders. Ze zijn niet zoals de mensen in Limburg. Ik sta hier vandaag met een super frisse boy. Hij heeft zelfs de hele gang meegenomen. Wat is je naam, man? Siebe. Siebe, hoe oud ben je? 16. 16. Oké, okay, Siebe, ik heb een vraag voor jou. Ja. Van schaal tot 1 tot en met 10. Hoe goed is jouw game bij de dames? 8. 8? Ja. Oké, okay, dus je hebt succes bij de dames. Ja, ik weet het. Hoor je. Okay, nice. Wat we vandaag gaan doen is van een red flag, green flag spelen. Dus ik ga je een paar stellingen geven. En jij moet gewoon zeggen of dat red flag is of een green flag. Ben je ready? Ja, klaar ervoor. Okay. Klaar ervoor. En als je dat vindt, die vlagjes is goed zwaaien. Ik zal het zwaaien. Oké. Okay. Zij kan niet koken. Is dat een red flag of een green flag? Ja, red flag. Oké. En waarom is dat red flag? Ja, ze moet kunnen koken, hè. Maar waarom? Voor jou? Ja. Als het thuiskomt van werk en zo, dat ze al eten klaar is en zo. Inderdaad. Okay, maar kan jij koken? En of? Staat de cap. En of, een omelet of zo. Ja, kan ik. Oké, ik hoor je ook weer. Oké. Oké, vandaag sta ik met 3 super frisse boys. Stel jezelf eens voor, man. Ik ben Nouri, ik ben 18 jaar. En jij? Ridwan, 17. Ja. Ik ben Mert, man, 18 jaar. Oké, guys, ik kan gelijk met de deur in huis vallen. Wie van jullie regelt de meeste dames? Eerlijk antwoorden. Ik denk jij, man. Hij draait om en ik. Je ziet die krulletjes dan. Ja, dat is ook breed en zo. Hij is ook breed. Is ook die frisse Louis-tas en zo. Daarom. Hij fixt het meeste. Oké, ik hoor jullie. Ik heb een paar stellingen voor jullie. En je moet gewoon zeggen of dat red flag is of een green flag. Maar je hoeft niet per se samen te agree. Iedereen kan zijn eigen mening hebben. Ze gaat elke dag live op TikTok. Is dat red flag of een green flag? Voor mij is het red flag. En waarom? Red flag. dat ligt gewoon een beetje dat je aandacht of zo tekort hebt. En als je elke dag live hebt, dus, is geen goede. Laat jij daarbij aan? Ja, sowieso. En ja? Elke dag is hij gek, maar zo af en toe kan nog. Oké, mooi. Oké. Vandaag sta ik met een boy. Ik heb deze man al 3 keer tegenkomen deze keer, man. Dus je bent bekend in mijn video's, dus hoe noem je? Ik ben Jonah. Jonah, oud ben je? Ik ben 17. 17, oké. Okay. Wat schaalt 1 tot met 10? Hoe goed is jouw Riz bij de dames? Ik zou maar zeggen, geef maar een 7,5. 7,5? Oké, ik hoor je. Gaan we dat testen? Ik lach maar. Oké, wat we vandaag gaan doen is we gaan red flag, green flag spelen. Dus ik ga je een paar stellingen geven en jij moet zeggen of dat red flag is of een green flag. Ben je ready? Ik ben ready. Ze heeft toch contact met haar ex. Is dat een red flag of een green flag? Dat is een red flag. Red flag, zwaai een beetje, zwaai. Dat is een red flag. Waarom? Omdat, fucka, je praat met mij, ga je nog met je ex praten voor wat was het doel dat je met je ex hebt praten, snap je? Misschien zijn die op good terms geëindigd, toch? Ja, maar nog steeds is je ex, dat is gewoon raar. Dat is raar. Oké. Dus je zou sowieso een chickie skippen omdat ze nog contact heeft met haar ex? Als ik zeg van dat ik het niet loef en zo, ja. Beter niet, dan ik zou wel contact gewoon stoppen, man. Zij vaped. Is dat een red flag of een green flag? Ja, red flag. Hoor even die red flag, hey. Ja. Vapen mag niet, man. Vapen mag niet. En waarom is dat red flag? Propere longen, hè. Je moet proper longen. Je moet de dame hebben met propere longen. Gezondheid. Oké. Zij verwacht dat jij de eerste date betaalt. Is dat een red flag of een green flag? Ja, dat mag. Ja. Jij zou wel gewoon de eerste date betalen? Ik zou dat doen. Okay, dat is wel netjes. Ja. Okay. Haar bodycount is over 3. Is dat een red flag of een green flag? Denk goed na, hè. Bodycount is over 3. Voor mijn leeftijd. Ja, voor jouw leeftijd, 16 jaar. Red flag, ja. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. 3 op 16 jaar is wel een beetje heet, hè? Ja, dat is een beetje veel, hè. Hebben mensen Hasselt hier een bodycount over de 3? Ja, want... de meeste wel, denk ik. Hij gaat naar de shisha-bar. Is dat een red flag of een green flag? Maar met zijn vrienden, of...? Ja, ik denk dat je daar met vrienden naartoe gaat gaan. Ja, dat is... Ik denk green flag. Green flag, ja. Waarom? Ja, die gaat gewoon chillen met zijn vrienden. Daar is niks mis mee. Ja. En jij? Ikzelfde, want... Het kan en green en red flag zijn, ik weet niet. Stel die je met andere meisjes daar praat of met andere meisjes daar, ja. Je houdt er niet van dat een jongen met dames praat, precies, hè? Nee, je moet gewoon loyaal. Ja, je mag wel praten, maar blijf gewoon loyaal op 1 persoon. Vandaag gaan we red flag of green flag spelen. Dus kan je een paar stellingen geven en dan moet je gewoon de red flag omhoog op de green flag. Zijn jullie ready? Ja. Ben jij ready? Jawel. Oké, mooi. Het doucht alleen maar in de avond, maar niet in de ochtend. Is dat een red flag of een green flag? Eerlijk? Ik vind dat niet zo erg, want wie weet, misschien hij doet sport.
Dan sport hij door de dag en dan doet hij in de avond. Ja. Het is eerlijk, het is niet storend, het is meer green flag, zou ik zeggen, want het is normaal. Oké. En jij? Ja, ik zou ook green flag geven, ja, eigenlijk. Want ja, die is... Ik heb ook green flag. Want je zweet ook zeg maar in je slaap, dus daarom dat mensen een beetje vies vinden, maar ja, het is niet zo super vies. Ja. Hij gebruikt geen condooms tijdens het naaien. Is dat een red flag of een green flag? Dat is een gaatje. Waarom? Draken zijn zwanger of zo. Ja, nee, kijk, als hij dat niet vraagt en als hij dat zomaar doet terwijl dat je daar niet mee goed voelt, dan is dat wel een gaatvlek. Oké, ja? Dat is gewoon. Mooi verwoord, hè? Ja, gewoon red flag. What the fuck? Draken zijn zwanger of zo. Ik moet oppassen. Tegenwoordig is iedereen zwanger, hè? Ja, daarom. Zeg tegen de mensen, doe het veilig. Doe het veilig, mensen. Doe het veilig. Hij draagt skinny jeans, red flag of een green flag? Red flag. What the fuck? Gaat gewoon... Je wordt echt boos, hè? Wat probeert je laatste? Gaat je ass showen op zijn skinny jeans? Je bent slecht, man. Ja, is wel waar. Skinny jeans... Kijk, ook een bag zo waar je in gaat zwemmen of zo, maar ook niet te skinny. Gewoon zo slim fit, eigenlijk. Ja, dat. Maar ga ook niet overdrijven. What the fuck? Ze heeft alleen jongensvrienden. Red flag of een green flag? Voor jou alleen damesvrienden. Ja, waarom? Ja, het is niet te vertrouwen. Ja. Het is niet uit ervaring en uit wat we horen, het is niet te vertrouwen. Het is niet te vertrouwen. En ja, hij heeft alleen maar damesvrienden. Is dat een red flag of een green flag? Dat is eigenlijk echt wel een red flag, ja. Omdat, niet uit ervaring bij mij, nee. Maar gewoon alleen maar damesvrienden hebben, dat is sowieso niet te vertrouwen. Je kunt niet gewoon alleen maar... meisjesvrienden hebben en niks met één van hun doen of zo, snap je? Zij doet mee aan een smash or pass video. Is dat een red flag of een green flag? Hé, je was snel, hè? Ja, red flag. Snel! Waarom is dat slecht? Als je dat al hebt, dan ja, ik weet niet. Dat is dan gelijk een pass eigenlijk. Bro, ik heb net een smash or pass video zelfs opgenomen. Dus al die dames die hebben meegedaan, zijn allemaal red flags. Ja, eerlijk eigenlijk. Oh, je bent slecht! En jij? Ja, bij mij ook een red flag. Ja, waarom? Ja. Wat is er mis met Smash or Pass video? Zeg je mij het eens. Dus laat kijkers weten, wat is er mis daarmee? Ik vind het gewoon een beetje raar. Ik vind het een beetje raar, oké. Okay. Iedereen heeft recht op zijn mening natuurlijk, dus dat is geen probleem. Ze is niet meer maagd. Red flag of een green flag? Dat hangt vanaf hoe ze niet meer... Hoe? Wat? Hoe? Dat hangt gewoon af hoe ze ontmaagd is, snap je? Als ze van... als ze in een relatie zat met een persoon van, ik zal zeggen, 2 jaar of zo, ja. Dat ze dan ontmaagd is, oké, dat is normaal. Nee, maar echt een one night stand, bro. Nee, bro. Dat is gewoon red flag. Red flag? Oh, misschien was ze gewoon een leuke tijd hebben als ze een guy gevonden met zieke reads. Nee, bro. Snap je? Dan zoiets moet je niet wijven. Oh, oké. Ik hoor je. Oké. Durf je comfortabel je bodycount te zeggen op camera? Oef. Weet ze heet? Ja, ik vind dat niet erg. Ja, vind je het niet? Hoeveel is dat misschien? Oké, netjes. Zeker voor 50 jaar valt dat gewoon rustig mee. Ja. Minder dan 20 wel. Minder dan 20, oké. Okay. Zeker? Rustig. Kan in de camera kijken en zeggen van minder dan 20? Minder dan 20. Er gaat niemand in de comments zeggen cap. 100%. Oké, ik hoor je. We gaan vandaag red flag of green flag spelen, dus ik ga de eerste stelling voor jou gooien. Ben je ready, bro? Ik ben ready. Ze gaat elk weekend uit. Is dat een red flag of een green flag? Rode vlag. Die gooi de rode vlag. Rode vlag. En waarom dat? Ik hou van een vrouw, een dame die rustig thuis kan blijven, niet altijd naar buiten moet gaan voor die attentie, zo is je zeggen. Dat is niet nodig. Oké, ik hoor je volledig. Maar mooi antwoord. Oké, we gaan naar de volgende. Ze heeft een boy best friend. Is dat een red flag of een green flag? Mooie rode vlag. Oh, wat die hele. Oeh. En waarom dat? Misschien kende die al voor jou, snap je? Kijk, maar luister. Als je in een relatie gaat met een dame, je vraagt toch die vertrouwen. Je hoort ook niet dat jij een best friend als dame hebt, weet je zeggen? Dat is voor onvertrouwen en nee, dat is niet nodig. Dus je denkt dat je zou cheaten misschien met die best friend? Ik wel. Als je industrie hebt, bam, waar gaat je naartoe? Met die best friend. Zij kan niet koken. Is dat een red flag of een green flag? Oh, dat is sowieso een red flag. Hoe kan ik dat je ossen gaan? Je maakt niks eten voor mij. Ik kom daar binnen, ik zeg eten, er is niks. Ik moet zelf. Maar misschien kan jij toch ook koken voor haar? Ik kan koken, maar het is gewoon raar, snap je? Want snap je, ik doe Bali, snap je? Ik kom thuis, ik ga honger hebben, er is geen eten, snap je? Ik hoor je, dus je vraagt wel dat er een beetje eten zo wordt gemaakt. Moe van de training, ik hoor je volledig. Oké, dan gaan we naar de laatste. Je praat heel heet in DM, maar in real life is zij verlegen. Is dat een red flag of een green flag? Oh. Dat is een red flag, kijk. Hoe kan je via berichten sturen, zeg maar, van dit, dat, maar daarna per persoon ga je zo heel saai doen en zo, snap je? Dat is... Hoor je, man. Ze moet dezelfde energie geven in real life. Daarom, juist. Zijn night zonder condoom. Red flag of een green flag? Moet lang denken, hè? Ik denk ook green flag, eigenlijk. Oh, ik hoor je, green flag. Gooi die green in de lucht. Green. En waarom? Ja. Het is beter als het een beetje risico heeft, hè. Huh?
Oh, wat? Oh, ik snap er helemaal niks meer van. Oké, mooi. En wat vind jij? Ja, reflex. Gewoon je red flag in de rug, bro. Oké. En waarom is dat red flag, bro? Ja, de kans dat hij zwanger kan worden is groot dan, hè. En als ze de pil neemt? Ja, dan moet ze ook weten dat ze zwanger is, want dat is ook wel een beetje risky. Oké. Zij gebruik geen condooms tijdens het naaien. Red flag of een green flag? Ze neemt wel de pil, maar gewoon geen connie. Green, oké. Vertel even, waarom? We moeten toch alles doen, of niet? Ik hoor je, man. Zonder connie, dat voelt niet zo lekker aan. Inderdaad, daar is gelijk. Ik hoor je. Daarom die green flag. Oh, die green flag nog eens. Ik hoor je. Oké, mooi. Ze doet mee aan een smash or pass video. Is dat een red flag of een green flag? Ik heb het erbij. Rooi? Oké, en waarom misschien? Ik denk dat ze dan, als ze midden in een special pass, ze wil die aandacht van die jongens wel. Oké. Hoor je. Validatie van, ben ik mooi, ben ik dat. Weet je wat ik zeggen? Oké. Dus als ze een dame zou zien die mee heeft gedaan aan een special pass, ze zou er echt gewoon skippen. Ze zou niet meer... Los. Ik loop er voorbij. Kijk dat nog niet eens aan. Oké. Haar tanden zijn een beetje white, maar ook een beetje geel. Is dat een red flag of een green flag? Dat is red flag, hè. Dat is vies, hè. Geel. Die moet te goed poetsen. Hè. Ik hoor je, die moet goed poetsen. Hè. Dat moet witte tanden hebben. Hè. Zeker, dat is een meisje, zeker. Hè. Zij heeft een ander geloof. Is dat een red flag of een green flag? Ja, dat is gewoon red flag, dat maakt niet uit. Ja, je moet een rode wappen. Ja. Nee, dat is groen. Dat is gewoon, ik bedoel zo, dat is nog. Ah, dat is goed. Ja. Oké. Dat is geen probleem, hè. Elke geloof. Respect hebben voor elk geloof. Hè. Ja, dus je zou je kunnen daten, wat ben je? Ben je moslim? Ik ben zeker moslim. En zou je kunnen daten met christenen dan? Dat maakt niet uit. Hij volgt veel meisjes, maar die meisjes volgen hem niet terug. Is dat een red flag of een green flag? Sorry, dat is echt zwaar. Dat is echt zwaar red flag. Dat is gewoon, dat is sowieso een beetje cringe. Zeker als je zo veel meisjes volgt, maar ze niet terugvoegen. Dat is echt gewoon red flag. Echt zware red flag. Zij doet mee in een smash or pass video. Is dat een green flag of een red flag? Oha. Pas op wat je zegt, hè. Daarom. Nee, komt goed. Het is gewoon jouw mening, toch? Green flag is gewoon voor de fun, waarschijnlijk gewoon. Ja, dus, niet al te serieus nemen. Serieus, het is gewoon voor de grap, voor de fun, dus ja. Magnet. Ze gaat elke dag live op TikTok, red flag of green flag? Red flag. Waarom? Als je al heel actief bent op social media, is dat red flag voor mij. Dus een persoon zoals ik, die heel actief is op social media, is een red flag dan, zeg maar. Of alleen bij vrouwen? Ja, bij vrouwen vind ik wel anders eigenlijk. Altijd live en zo, aandacht vragen en zo. Okay, je houdt liever je vrouw die low keys. Ja. Okay. En wat vind jij daarvan? Red flag. Waarom? Voor aandacht te zoeken meestal. Maar stel je voor, ik krijg die gekke, die lijpe gifts. Zo die lijpe gifts. Dat pak echt pap. Ja. Nog steeds red flag? Ja. Oké, mooi. Hij of zij draagt alleen skinny jeans. Red flag of een green flag? Red flag. Ik vind dat echt een red flag. Skinny jeans? Wat vind jij van skinny jeans? Kijk, als we gaan kijken naar mode en zo, dan is dat sowieso een red flag. Sorry, dan is dat echt sowieso een red flag. Wie draagt die? Nee, gewoon. Sorry, maar kan echt niet. Dat kan echt niet. Maar als het zo'n meisje is of zo, dan heb je sommige meisjes zo goed lichaam hebben als je dan skinny jeans draagt. Dat is nog steeds mooi of zo, snap je? Maar bij jongens, sorry, dat draag je echt niet meer. Sorry. Ze heeft alleen jongensvrienden. Is dat een red flag of een green flag? Dat is echt een red flag. Ik geloof niet in jongensvrienden. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet? Hoezo niet? Dat is gewoon een plan B. Weet je, als er iets fout gaat tussen ons twee, dan gaat die jongen zeggen van, kom maar naar mij, snap je? Oeh, hoor je. Praat je uit ervaring? Nee, niet per se, maar ik weet gewoon. Ik wacht die andere tijd. Ik hoor je. En jij? Red flag, man. Red flag. Wil je red flag nog eens in de lucht voor de kijkers, toch? Oké. Dat stel je red flag, ik hoor je. Creatief. Oké, mooi, daar houden we van. Zij kleedt zich veel te bloot. Ik bedoel, zo'n paar shortjes of zo, decolleté of zo, je kan zien. Is dat een red flag of een green flag? Allebei, denk je. Allebei? Ik weet het, allebei wel. Ja? Het is dubbel, hangt er vanaf als je... Ja, maar je trekt wel meer aandacht als je wat bloter bent, dat wel. Maar voor mij is het niet zo heel erg. Niet zo erg, en jij? Voor mij is het ook niet zo erg. Dus gewoon aan met die WhatsApp. Mooi, ja? Voor mij red flag, man. Pak die red flag en drive. Waarom? Die moet gewoon dichtgekleed zijn, snap je? Te veel aandacht, een boys gaan kijken. Hongerig, snap je? Dat kan niet. Hongerig zoals jou. Ik
ben jong. Oké, ik hoop het. Dit was het dan, Red Flag, Green Flag in Hasselt. Ik heb enorm gelachen met al die mensen hier. Maar vergeet sowieso niet te liken, te abonneren. Breng mij zo snel mogelijk naar je 20k abonnees. En laat me weten naar welke stad ik de volgende keer moet gaan. Ik ben door. Ciao!